Ik heet u in ieder geval van harte welkom op deze hele bijzondere dag. Want met grote trots sta ik hier. Graag neem ik u mee terug in de tijd. Een hele lange tijd. Om precies te zijn naar 11 mei 2015. Op deze dag viel de beslissing om ervoor te gaan. De lunchroom gaat komen. De start van een strakke planning van grootse werkzaamheden die noodzakelijk waren om uw wens en onze droom werkelijkheid te laten worden. Vele handen maken licht werk. Dat is het spreekwoord dat van toepassing is of was voor de afgelopen 4 weken. Daarom wil ik heel graag voor de mensen die deze handen in elkaar hebben geslagen om het voor elkaar te krijgen, om van start te gaan vandaag op deze dag. Graag zou ik willen bedanken Beb Hendriksen. Beb heeft namelijk heel veel voor ons betekend in de keuken, in de verbouwing en in de aanleg hiervan. Van Eyck Installatietechniek graag bedanken. Daar zij op alle acties die wij vroegen ja antwoorden en direct aan de slag gingen. Landscape Ilse Steelkeboom heeft het terras hier verzorgd waar u heerlijk op zit. En ze heeft ook de uitvoering eigenlijk begeleid. De catering en party service, het Koetshuis, was daar ook zeker deel van. Marleen Hofman heb ik leren kennen de afgelopen 3 weken. En we lijken enigszins op elkaar, want we vliegen alle kanten op. Ze is echt van hot naar her gereden. Reed ook een keer voor niets naar de Sligo, helaas met haar kind, maar er mocht geen kind naar binnen. Dus die kon weer terug naar huis. Ja, hoe treurig. Ardienne Timmer heb ik leren kennen. Die kenden we al wel een beetje, maar nu hebben we een daadwerkelijke samenwerking. Jan Timmer. Ik benoem hem eigenlijk als een soort personal assistant van Ardienne Timmer. En hij doet de PR. En dan zou ik heel graag nog wat aandacht willen hebben voor de facilitaire werkgroep van het Cultuurhuis. En dat betreft Hans van Leeuwen, Hans van der Velde en Lucien Brakke. Zij hebben echt werkzaamheden ontzettend goed ondersteund. Daarnaast hebben we nog Aad Boon, helaas met vakantie. En dat is onze bouwadviseur vanuit het bestuur. Ja, het is een hele rits jongens, maar het is echt heel erg van belang. En Ali van Vreenland dank ik enorm, omdat daar ook zeker aanvulling geweest is. Het Cultuurhuis is zeer verheugd om samen met Stichting Dagbesteding Krimpende Waard de lunchroom te laten groeien tot een begrip in de gemeente Krimpende Waard. We begroeten u graag in de lunchroom en neem dan even de tijd voor de speciaal ontworpen placemats die mede mogelijk gemaakt zijn door de sponsoring van lokale winkeliers en ondernemers uit Krimpen aan de Lek. Ik ben verheugd jullie hier te zien en ik dank jullie wel dat jullie hier zijn. En ik geef graag het woord aan Ardienne Timmer waar wij de samenwerking mee zijn gestart. Nou, dan rest mij natuurlijk ook om jullie allemaal welkom te heten. Heidi heeft natuurlijk alle bedankjes al gedaan. Ik zal het nog eventjes in het algemeen natuurlijk even mee willen geven. Bedankt voor alle mensen die echt de laatste weken zo ongelooflijk hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. En dan ga ik eventjes iets verder terug in de tijd. Een lunchroom hè, waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Stichting Dagbesteding Krimpende Waard, waar al vele mensen met een verstandelijke beperking werken. Ruim drie jaar geleden, zijn we gestart in Lekkerkerk. En in Lekkerkerk zijn we met een lunchroom gestart. Lunchroom Huisje van de Zeeuw. Eigenlijk vanaf dag 1 een groot succes en prachtig om te zien. Inmiddels is dit het 11e project dat we in 3,5 jaar tijd hebben mogen realiseren. We hebben nu ruim 60 mensen met een beperking aan het werk. En ja, ik denk dat we kunnen zeggen allemaal met heel veel succes en zeker met heel veel plezier. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste en daar staan we ook voor. Dat wij nuttige, zinvolle dagbesteding kunnen bieden voor mensen met een beperking. En dat nuttige, ja, dat is werk wat jullie eigenlijk ook zouden kunnen doen. He, dus werken in het groen, werken in de horeca, werken in een keuken. Werk wat wij allemaal kunnen doen en waar we allemaal zichtbaar zijn. Ik heb hier al 2 kanjes naast me staan. Ze wonen hier en dat vind ik wel heel erg leuk. Want zowel Lisanne als Rob, ze staan er heel goed bij. Lisanne is een echte keukenprinses. Vanaf dag 1 staat ze al in de keuken in het Huisje van de Zeeuw, hè Lisanne? Ja. En dat doet ze heel goed. Dan mogen jullie een keer komen proeven. Op donderdag en vrijdag is ze hier. En Rob, bediening hè? Ja.
En ze wonen hier in Krimpen aan de Lek. Eigenlijk heel dichtbij. Want achter dit hele mooie gebouw, hè, waar we nu tegenaan staan kijken, staat een beetje verstopt. En dat vind ik eigenlijk nog steeds een beetje spijtig dat het zo verstopt staat. Daar hebben we het zo nog even over, Rek. Het staat, zo'n prachtig gebouw staat verstopt hier achter dat hele andere mooie gebouw, de Uitkijk. En daar wonen jullie. En dat is helemaal mooi natuurlijk, als je kan wonen in het dorp en ook kan werken in hetzelfde dorp. En ik denk dat we daar gewoon met z'n allen naartoe moeten, dat dat overal kan en overal mag. Dus ja, ik zeg steeds heel erg voorzichtig van, dit is het 11e project, voorlopig de laatste. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik het niet. Ja, jullie staan er helemaal klaar voor, want jullie mogen de officiële opening gaan doen, maar niet helemaal alleen, hè? Want Rob heeft de schaar al vast, een hele speciale schaar die al heel veel plekken heeft mogen openen. Maar we hebben ook iemand bereid gevonden vandaag om de opening te komen doen. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij om. Op het moment dat Addy, die staat daar heel mooi te zijn, vroeg van, zal ik onze voormalig wethouder, de heer Van der Graaf, vragen? Zei ik, dat vind ik een, echt, zei ik volmondig gelijk, ja, dat vind ik een heel goed idee. Dus ik zou u uit willen nodigen. En dan gaan we even kijken dat alle fotografen er helemaal klaar voor zijn. Want we gaan iets heel belangrijks doen. Bent u er ook allemaal klaar voor? Ja? Het is wel een mooi meisje op de foto. Ja, maar we gaan iets... We gaan even met elkaar iets heel belangrijks neerzetten in Krimpen aan de Lek. Waar we allemaal heel, heel trots op zijn. We gaan nu openen. Lunchroom, het cultuurhuis. U bent allen uiteraard van harte welkom.